Ze zijn echt wel heel zwaar. Maar het voelt wel echt heel stoer om ze alle vier om je nek te hebben. Dat is wel heel gaaf. Er staat niet ingegraveerd van welke finale ze zijn, maar deze vind ik wel toch eigenlijk het speciaalst, de gouden. Ik heb wel eens echt een hele gave wedstrijd gehad waarin inderdaad, waar ik het alles neerzette wat ik wou. Bijvoorbeeld met kwalificaties die ik heel goed heb geturnd. Maar ja, op een groot toernooi, daar was het nog net allemaal niet gelukt zoals ik van tevoren gepland had. Maar hier dus wel. En dat was echt zo bijzonder dat ik de een naar de andere wedstrijd ging gewoon zoals ik eigenlijk wou. En met elke wedstrijd heb ik een plak binnengehaald. En dat kon ik eigenlijk op dat moment helemaal niet geloven. Maar dat voelde ook wel inderdaad een beetje de flow. En waar je dan nu op terugkijkt, is dat je het weer probeert een beetje te bevatten allemaal eigenlijk. Maar ja, dat is echt een heel speciaal gevoel. Dit was wel echt het hoogtepunt waar ik echt jaren eigenlijk voor heb gewerkt. En soms lukt het nog net niet helemaal op een groot toernooi. Terwijl ik misschien ook wel klaar voor was, maar nu klopt het gewoon allemaal heel goed. En dit is meer dan waar ik van kon dromen eigenlijk. De toestelfinales zijn altijd redelijk moeilijke omstandigheden. En ik moest als laatste op balk en moest ik best wel lang wachten. En ik was echt best wel zenuwachtig. Dus ik probeerde gewoon goed bij mijn trainingsgevoel te blijven. En ik zette het echt weer gewoon heel goed neer. En ja, ik kon niks anders dan heel erg blij zijn. En dat gevoel als je op dat hoogste podium staat en het Wilhelmus wordt gedraaid. Dat is echt niet te geloven. Echt heel, heel bijzonder. Een paar traantjes kwamen wel een beetje op bij mij, dus echt heel gaaf. Op Schiphol was het al waren echt heel veel mensen om ons te feliciteren en weer terug welkom te heten, zeg maar. Maar hier in huis was het ook helemaal versierd. Er staat een groot bord in de tuin en hier van allerlei leuke dingen binnen. Dus ja, echt heel, heel leuk en warm thuiskomen. Ik ga nu volgende week even een weekje rust. En dan ga ik ook wel weer goed in training blijven en me focussen op de WK. Dus dan hopelijk zet ik die flow inderdaad door.